Koninklijke Onderhoud NL. Fijn dat u hier vandaag op 19 november 2029 aanwezig bent in Nieuwegein op de 17e Ondernemersdag van Onderhoud NL. Mijn naam is Henk den Boer, voorzitter van Onderhoud NL en uw gastheer bij onze themamiddag, klaar voor de toekomst. I'll be back. Ja, en may the force be with you. Always. Dames en heren, welkom. We hebben in ieder geval op basis van een stukje digitale techniek, waarvan we moeten uitkijken dat hij niet van het podium afmietert. Maar goed, dit geheel terzijde. Welkom op het tweede gedeelte van onze algemene ledenvergadering. In dit geval het openbaar gedeelte, het symposium wat wij daarbij hebben. Je moet zich voorstellen dat Wouter Koolmees tegen mij zei: Jacco, werknemers vinden dit een slechte wet. Werkgevers vinden dit een slechte wet. Dus dan moet de wet wel volledig in balans zijn. Dat is echt wat hij zei. Ja, en in die werkelijkheid leeft Den Haag. Dus we maken het nog moeilijker, we maken het nog complexer, we draaien aan een paar knopjes en we denken dat we het opgelost hebben. Maar ik vertel u nu alvast, echte slimme jongens zijn op dit moment oplossingen aan het bedenken voor de arbeidsmarkt. Dat heet tegenwoordig platforms. Dat zijn van die jongens en meisjes op een zolderkamer en die bedenken hoe je vraag en aanbod bij elkaar kunt krijgen. En werkgevers veranderen in opdrachtgevers. En werknemers veranderen in opdrachtnemers. Het probleem opgelost. Mensen gaan voor 15 euro netto aan de slag. En kijk daar, ons nieuwe probleem. Maar het gaat gebeuren. Het is al aan de gang. Ik ga u toch vandaag een tipje van de sluier oplichten. En dat doe ik op basis van 4 thema's. En ik ga ze illustreren voor u. Dat is het klimaat als programma waar Onderhoud NL zich op gaat richten. Dat is de ontwikkeling van mensen. Dat is het samenwerken in ketens, ketensamenwerking. En dat is een hele belangrijke arbeidsverhoudingen. Want we kunnen nog zo erg aan het klimaat denken, maar op het moment dat er geen verdienmodel aan zit, op het moment dat we het als bedrijven economisch niet meer redden, dat we het niet kunnen rooien, dan kunnen we ook dat soort verbeteringen niet doorvoeren. Nou, Onderhoud NL gaat bijvoorbeeld over die permanente educatie een e-learning platform oprichten. Gaan we installeren om te zorgen dat mensen ook daar een eigen paspoort kunnen bijhouden. Zodat je kunt laten zien, kijk, zo heb ik me ontwikkeld. Zodat we eigenlijk van lifetime employment naar lifetime employability gaan. Zodat je klaar bent voor je eigen toekomst ook. Ik heb het al gehad over toekomstige vragen. We moeten antwoorden verzinnen op toekomstige vragen, maar we weten alleen nog niet hoe die vragen zijn. Heel veel zaken veranderen rondom bijvoorbeeld vraagbundeling. We zien op dit moment al dat op gebied van data, dat heel veel data-driven organisaties meer weten van onze opdrachtgevers dan dat wij zelf weten. Als we nou eens een jaar door zouden kunnen werken, zodat we een interessante bedrijfstak zijn en de technische oplossingen zijn er, de fabrikanten hebben geweldige oplossingen en we zijn vindingrijk genoeg om dat te realiseren. Op het moment dat we dat realiseren, dan hebben we al 15% winst in die capaciteit die we tekortkomen. Dus bij ons ligt ook een groot stuk van de oplossing. We willen zorgen dat wij ook een platform gaan oprichten en we zijn daar ook druk mee bezig om te zorgen dat we representativiteit, een heel belangrijk woord als het gaat om cao-afspraken, representativiteit, dat we dat ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Want het is van de bizarre dat op het moment dat er bij wijze van spreken bij ons cao-onderhandelingen zijn en er zit iets tegen bij het KLM grondpersoneel, dan heb je grote kans dat onze cao-besprekingen daardoor beïnvloed worden. Dat kan niet. We moeten zorgen dat we het net ophalen bij onze sector. We willen medezeggenschap hebben met meedenkers. Met mensen die willen meedenken van hoe kunnen we dat nou vormgeven. Om te zorgen dat ik ook daadwerkelijk een toekomst zie in deze sector. Want het bizarre is, dames en heren, is dat de mensen die nog het kortst te leven hebben in deze maatschappij meestal het meeste te zeggen hebben. In ieder geval ook vaak de grootste mond hebben. En dat de mensen die nog het langst te leven hebben, de jonge mensen, de 25ers, de 30ers, dat die eigenlijk nog het minste te zeggen hebben over hun toekomst. En ik vind persoonlijk, en gelukkig met mij het bestuur en Onderhoud NL, en ik hoop u allemaal, dat we eigenlijk moeten gaan zorgen dat we ook continu bij die jongeren het net ophalen. Hoe kunnen we deze sector nou richting 2050 laten groeien, laten evolueren? Want tegen die tijd zijn velen van ons niet eens meer in de sector werkzaam. Nou, samenvattend is het zo dat Onderhoud NL concreet een werknemersplatform gaat
oprichten, gaat laten oprichten. Wij gaan daar niet eens in zitten. Waarmee wij cao-afspraken kunnen maken. Representatieve cao-afspraken. En waarin wij een gelijk speelveld kunnen creëren voor alle ondernemingen. Ook die buiten de onderhoud.nl-cao vallen. Die algemeen verbindend verklaard zijn. Goedenavond mensen. Voor degene die aangesloten heeft, mijn naam is Okke Spruit. Ik ben directeur van Koninklijke Onderhoud.nl. Dat doe ik al 7 jaar. Dus ook al 7 jaar de ondernemersdag. Een dag waarin we presenteren wat we gedaan hebben, wat we doen en wat we van plan zijn te doen. En als je het hebt over klaar voor de toekomst, dan doelen we natuurlijk op dat u klaar voor de toekomst moet zijn. Maar dat stelt natuurlijk weer voorwaarden aan ons, want wij moeten u daarbij helpen. En de jeugd hier heeft een hele bijzondere plaats, want die toekomst, dat zijn zij. En daarom vonden we het vandaag ook een buitengewoon goede gelegenheid om de jeugd ook eens naar binnen te halen. En die staan hier. In deze hoek hebben we ruimte gereserveerd om de mensen die uiteindelijk zometeen hier gaan zitten, daar het vak uit te oefenen. En ik ga een rondje maken, want het is natuurlijk interessant om te weten, daar is de trap, wat hun passie is, wat hun drijft, wat ze voor plannen hebben. Dit is een decoratief werk eigenlijk. Hoe ziet jouw toekomstbeeld eruit? Hoop je? Ik wil heel graag bij een restauratieatelier of een eigen restauratieatelier starten. En zo groot mogelijke werken. Maar ik hoop natuurlijk dat ik een tof schildersbedrijf vind of zelf kan opstarten. En dat ik heel tof werk kan gaan maken. Gewoon grote panden, grote monumenten. Daar gaat het. Ik ben hier bezig met een grey bresh marmer. En hier zo heb ik het voorbeeld. En dat is een brokkenmarmer in de grijze kleur. Dan ben ik met imitatie bezig. Je ziet dat bij specialistische werk dat je eigenlijk heel veel geduld en preciesiteit nodig hebt. En dat vrouwen daar over het algemeen toch wel meer voor te vinden zijn. Ja, natuurlijk zijn we dat eens. Tuurlijk. Ja, ik vind het gewoon mooi om met een product bezig te zijn en zeker ook met iets met mijn handen te maken. En dat vind ik gewoon mooi. We proberen meerdere bedrijven vanuit zeg maar sector glas en lood bij ons te krijgen, bij onderhoud.nl. En dat proberen we zeg maar, voor de scholing te verbeteren en binnen de cao dingetjes te kunnen regelen voor de bedrijven. Zeg maar. Wat voor opstelling heb je hier staan? Hier hebben we een microscoop. Die gebruiken we veel bij schadeonderzoek. Als we flakes nemen of als we stukjes verf meenemen of als er iets van corrosie is. Vaak zit hem in de details. Dus hebben we een microscoop inderdaad waar je het een en ander kan zien. Echt in de details als er belletjes zitten of corrosie. Je kan het aantal lagen die de applicateur heeft gezet, die kan je gewoon tellen onder de microscoop. Jullie schikken over heel veel papieren. Wat heb jij doorlopen? Ik heb zelf, ik ben op het VMBO begonnen. Dan heb ik MBO Sint-Lucas gedaan. Vervolgens heb ik PTA in Eindhoven af mogen ronden. Daarna heb ik mijn persoonscertificaat voor een Frozio gehaald. Mijn betononderhoudsdeskundige. Mijn RMCI, Registered Marine Coating Inspector voor de luxe jachtbouw. En SSPC Certified Level 3 Inspector. Je bent ook nooit klaar, denk ik. Nee, je bent nooit klaar. Er zijn altijd nieuwe uitdagingen. We zijn een vereniging van schilders die zo duurzaam mogelijk willen werken. En ons doel is eigenlijk de verfplas vergroenen, verduurzamen. En dat doen we door middel van kennisdeling. Je zegt schildersbedrijven. Hoeveel zijn er? We zitten nu ongeveer op 40 schildersbedrijven. Dan hebben we in Nederland nog een hoop te doen. Zeker, nog een hele hoop. De schilders voor nu en onderhoud.nl samen voor de toekomst. Ernst, dank je. 40-50% minder CO2-uitstoot. 2050, 100%. Dat klinkt allemaal nog zo ver weg. Maar in realiteit is het nog maar 11 jaar. 11 jaar! Dat is niks. Maar ik hoop toch echt, omdat we nu echt zo lang weten en geïnformeerd worden over klimaatverandering, dat we sneller aan de bak kunnen om dit soort
destructeuze gevolgen te kunnen, voor te kunnen zijn. Dus ik geloof echt, dat werd hier ook een paar keer gezegd, samenwerken. En soms zitten de besparingen zitten in een... Ja, die zijn echt uit de box. Die hoeven niet zoveel geld te kosten. Dit is het lijstje van de top 10 dingen die je kunt doen. Uit een boek dat heet Drawdown. Het eerste wat we kunnen doen, dat zal jullie aanspreken, is gewoon al die enorme verspilling van airconditionings en verwarmingssystemen. Daar is zo ongelooflijk veel mee te besparen. En het kost bijna geen geld. Waar we ons allemaal op voor moeten bereiden, is dat klimaatverandering is niet lineair. Het komt op ons af als een tsunami. En dan moet je maar zorgen. En dan hoop ik dat we met elkaar er goed op voorbereid zijn. Dank u wel. Voor nu. Ik heb u het een en ander verteld over klimaat, opleiden, ontwikkelen, ketensamenwerking en over arbeidsverhoudingen. U heeft Jacco Vonhoff gehoord. U heeft een aantal winnaars gezien. U heeft jonge talenten gezien. En ik hoop dat u geraakt bent door het verhaal van Bernice Notenboom. En ik dank u in ieder geval allemaal voor uw komst. Ontmoet elkaar, netwerk met elkaar en zegt het voort. Dank u wel.